In het Theater aan het Spui in Den Haag voor de Border Sessions, een international festival on technology and society. Een nieuwe gast is aangeschoven. Stel jezelf even voor. Melle Smets. En wat doet Melle Smets? Melle Smets is kunstenaar en ik werk vooral in het publieke domein. En nou ja, stel je komt dus iemand tegen op een feestje en je legt het dan uit of je wil daarover praten van wat je doet. Is dat dan wat je zegt? Ik ben kunstenaar en ik werk in het publieke domein? De onvermijdelijkheid is, ja, je moet wel. Want vaak als je zegt kunstenaar, dan vraag je, ja, wat klei je dan? Ja, dus, ja, wat schilder je dan? Ja. Dus ik moet altijd wel van alles uitleggen. Meestal doe ik dat door gewoon te vertellen waar ik nu mee bezig ben. Want dan, ja, dat is toch het makkelijkst. En waar ben je mee bezig? Nee, ik ben nu dus druk bezig om te kijken of we in het publieke domein van het Science Park in Utrecht, op de Uithof, om te kijken, kunnen we daar een kunstprogramma maken. Dus kan er naast het onderzoek wat door wetenschappers wordt gebeurd, kunnen wij daar als kunstenaars ook een onderzoeksprogramma gaan runnen. En met welk doel, welk idee? Ik reageer altijd op een plek, daar begint het voor mij. Ja. En ik ging naar de universiteit toe om dat te onderzoeken van wat gebeurt er nou eigenlijk. En wat mij opviel waren twee dingen. Eén, de openbare ruimte staat leeg. In de zin dat die heel efficiënt georganiseerd is. En elke postzegelgrond heeft een duidelijke omschrijving, een taakomschrijving, wat het doet. Mm-hmm. Maar het is niet een plek waar wat de ideeën die in de gebouwen worden bedacht, dat die daar te zien zijn. Hè? Dus is die openbare ruimte wordt in die zin niet gebruikt als een plek om ideeën uit te wisselen. Wat toch van oorsprong de openbare ruimte voor bedoeld was. Ja, als ontmoetingsplek. Eigenlijk probeer ik vanuit dat idee te zoeken naar hoe kan het wel een ontmoetingsplek worden. En hoe kan dan kunst daar een rol in spelen. Ja. En als je dat dan weer concreet moet maken. We gaan naar Silicon Valley, waar je allerlei gebouwen hebt waar van alles gebeurt. Tesla zit er, god weet wat. Hoe stel je dan voor dat dan voor de deur zichtbaar wordt? Nou, wat wij gaan doen is een scenario gaan we ontwikkelen over alle beleidsambities die wij zijn tegengekomen in de universiteit. En dan gaat het over alle containerbegrippen als footprint zero en sustainability. Nou, al die termen die ons de hele dag om de oren vliegen. Die ambitie die ligt ook bij de universiteit. Van kunnen we die plek gezond krijgen? Ja. Yeah. En wij hebben eigenlijk gezegd van maar misschien als artistiek programma willen wij dat wel kijken van wat als ze dat morgen doen. Hè? Als ze dus niet over 30 jaar komen we misschien ergens. Nee, morgen moet het zover zijn. En wat gebeurt er dan? Nou, en dan draait het eigenlijk om. En dan krijg je dus eigenlijk een acute schaarste van allerlei dingen die er niet zijn. Want er komen elke dag 70.000 mensen naar zo'n plek toe. En die moeten allemaal eten en naar de wc. En ondertussen zitten ze na te denken over de grote vragen van de toekomst. Hè. Ja. Dus wij zeggen, wat nou als je dat ook zelf op de plek waar je werkt ook zelf gaat proberen te realiseren. En dan kom je al heel gauw uit op dat heel veel technologie, want daar zijn we toch vaak mee bezig als we het hebben over de toekomst. Ja. Welke technologie hebben we nodig? Maar je kan ook kijken naar hoe moeten we ons eigen gedrag veranderen? Hè? En zijn we niet met te veel? En allerlei vele moeilijkere vragen eigenlijk stellen. En dat proberen we eigenlijk dan nu te gaan doen. Dus we gaan eigenlijk een soort belevingsmachine ontwikkelen, waarbij je al die grote vraagstukken kan gaan ervaren. Hè? Dus wat is het om geen eten te hebben? Nou, dan, dus ja, je moet je eigenlijk voorstellen, het is bijna een soort space center, maar dan gaan we nergens heen, maar we blijven gewoon hier. En mensen gaan dan eens een keer ervaren, 2 weken lang geen eten. Nou ja, hoe loop je dan over de campus rond en kun je dan nog wel leren? En weet je wel, wat voor strategieën ontwikkel je als je iets niet hebt? En eigenlijk met dat soort ideeën, nou, daar willen we allerlei missies op uitvoeren. Dus elke keer gaat er een groep zonder iets, bijvoorbeeld zonder elektrisch of zonder eten. Of zonder mobiel. Het is verboden om 2 weken dingen weg te gooien. Je mag geen afval maken. Nou, hoe ga je dat doen? Dus allemaal hele simpele dingen. En dan mogen ze dan ook daar ter plekke oplossingen voor verzinnen, ja, of niet? Daar is ook geld dan voor. Ja. Er is een onderzoeksbudget. We gaan het ook meten. Dus we vragen ook de wetenschap om een meetbare
ja, ruimte te creëren. En die gaan wij dan bouwen. Maar we doen dat allemaal met kunstenaars. Dus kunstenaars bouwen de opstelling. En kunstenaars begeleiden het tracé. En wij halen dan ook kunstenaars binnen die dus hele... Ja, misschien in de werkelijkheid te veel te radicale ideeën hebben. Maar het zou wel een oplossing kunnen zijn. Of een idee waarmee je ook aan de slag kan. Want gaan die kunstenaars ook input leveren? In ja. Meer dan dat ze de opstelling bouwen. Gaan ze ook zeggen van nou heb je geen eten na een week. Precies. Misschien moet je elkaar op gaan eten. Ja. Of dat soort dingen. Ja. Weet ik wel. Ja. Wat je kan suggereren. Ja. Ja, en dan hopen we dat we na... ik weet niet hoeveel missies we gaan doen. Maar in ieder geval een jaar lang willen we missies organiseren. Dat uiteindelijk een soort schaarste scenario oplevert. Wat je echt zou kunnen doen. En wat eigenlijk helemaal geen... waarschijnlijk geen ingewikkelde technologie of geld voor nodig is. Het is puur... misschien moet iedereen wel een maand in onze schaarste ervaringsmachines overleven. En dat je dan pas op de universiteit mag wonen en werken. Hè? Omdat je eerst je mentaliteit op scherp moet zetten. Ja. Maar het is dus eigenlijk weg van de technologie. Ja, als je namelijk kijkt naar gewoon cijfers waar ze in de universiteit dol op zijn... En je kijkt naar wat voor een stappen ze proberen te zetten. Vaak zijn dat toch met de huidige stand van zaken, de huidige gedrag wat we vertonen. Hoe kunnen we dat oplossen? En dan kom je eigenlijk al achter dat alles in footprint en duurzaamheid allemaal eigenlijk niet echt gaat werken. En we komen niet terug, het wordt alleen maar meer. Dus waar de allergrootste winst is bijvoorbeeld in plaats van 3 maaltijden stel je eten maar 1. Nou, dat is een derde van het afval wat je produceert, de energie die je nodig hebt. Nou, en dat zijn natuurlijk enorme cijfers als je dat echt zou gaan doen. Ja. Maar er zijn er ook mensen die zeggen van, nee, we hoeven ons gedrag helemaal niet aan te passen. We kunnen echt blijven doen wat we doen, want de technologie die gaat de oplossing bieden. Die gaat er gewoon voor zorgen dat we meer voedsel kunnen produceren. Ja. Nee, daarom. Dus dat is ook een. We begeven ons in die zin in een discussie waar wij ook heel veel tegenstanders gaan tegenkomen, absoluut. Ja. Maar kijk, zijn dat gelijke kampen of ben je echt een soort roepen in de woestijn? Ik voel mij af en toe als een Don Quixote. En zeker nu we ons met dit gaan bezighouden in een. In die zin zitten we in het hol van de leeuw, waar technologie. Ja. Eigenlijk geen vraagstuk is. Nee. Het is gewoon de oplossing. En we moeten alleen nog maar uitvinden hoe. Ja. Terwijl voor mij, als ik alle oplossingen zie die daar worden gebezigd, dat ik denk van wow, er zitten hele ingewikkelde ethische vraagstukken aan. Morele vraagstukken, maar ook naïviteit. Want als het zegt, je kan bijvoorbeeld voor 9 miljard mensen kunnen het voedselprobleem oplossen met technologie. Dat is zo, dat is allemaal uitgerekend. Maar niemand heeft het erover als ze dat hebben opgelost. Hoeveel mensen zijn er dan na 5 komen jaar? Er nog weer bij. Misschien zijn het er dan 16 miljard. Ja, want als je genoeg te eten hebt, dan neem je meer baby's en dan groeit dat vanzelf. Dus ik vind het altijd een heel rare discussie dat de cijfers dan ineens, dat is dan ineens de werkelijkheid. En daar gaan we dan op reageren. Daarmee is dat cijfer betekent dat eigenlijk niet zoveel. Want alles is de hele tijd in beweging. Dus ik denk, het is en-en. Maar dat deel van wie zijn we eigenlijk en waar zijn we mee bezig en wat is daar belangrijk aan, dat vind ik een interessante discussie en eentje die vaak onderbelicht blijft. Je zegt ik ben toch wel een beetje een roepen in de woestijn, zeker op een bijeenkomst als dit. Heb je al gesproken? Moet je spreken? Ik heb net gesproken en er waren inderdaad ook een paar mensen in de zaal die zeiden van je staat nu al dit allemaal op te lopen, maar wat moeten we nou gaan doen? Ja. Dat willen ze dan toch van een spreker horen. Wat is nou de oplossing? Ja. Ja, en dan merk je weer van, ik sta in het andere kamp. Die in oplossingen denkt en in punten op de horizon waar je dan naartoe moet werken. Ja. Terwijl ik denk, die horizon die blijft ver weg. Dus, die schuift gewoon met je mee. Dus het is goed om punten op de horizon te zetten, omdat je daarmee een discussie voedt. Maar ik ben vooral ook bezig met maar wie we zijn. Ja, dat heeft niet zoveel te maken met die punt op de horizon. Dat blijft gewoon hetzelfde biologische proces. En daar heb je je ook toe te verhouden. Ja. Ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat mensen... ik kan me voorstellen dat mensen ook liever een oplossing willen horen. Omdat dat je het gevoel geeft van een soort controle en hoop. Er is inderdaad. Hoop. Er is hoop, Want wat jij zegt is eigenlijk toch... kijk, als ik te horen krijg dat ik nog maar 1 maaltijd per dag mag eten... dan word ik echt ongelukkig. Ik ook. En ik denk ook niet per se dat ik zou prediken voor dat moeten we doen. Ik zeg,
alleen maar, jeetje, weet je, eigenlijk zijn dat de consequenties van met zoveel zijn. Bedoel, uiteindelijk zijn we een plaag die rondwoekert. En ik heb ook niet het idee dat we dat kunnen oplossen. Daar geloof ik eigenlijk ook helemaal niet in. Nee. Maar voor de time being, ik ben heel blij dat ik er nu ben en niet 200 jaar geleden. En misschien ook ben ik blij dat ik er niet ben over 200 jaar. Ja. Ja. Ja, wat voor soort voorstelling heb jij daarbij? Hoe ziet het eruit over 100 jaar, de toekomst? Nou ja, ik denk dat heel veel dingen gewoon hetzelfde zijn. Ik denk dat er helemaal niet zo gek veel verandert. Het enige, ja, als je kijkt naar de jaren 70, ja, toen bouwden we televisietorens. Elke stad die een beetje leuk meedoet, die had een televisietoren. En daarvoor was het een hoge kerktoren. En nu bouwen we science parks. Als je echt mee wil doen en state of the art wil zijn, dan moet je een soort Silicon Valley hebben. En overigens denk ik dat dat dan typische voorbeeld is waar helemaal geen landmarks aan vastzitten. Dus dat zijn we over 100 jaar ook helemaal vergeten, denk ik, dat idee. Ja. Maar niet zoveel verandert. Er verandert toch juist enorm veel voortdurend in steeds hoger tempo. Jawel, maar ik denk meer dat dat heeft meer te maken met, er zijn nog meer van ons. Waarschijnlijk dat dat gebeurt. Dus er zijn steeds minder plekken op aarde waar we niet zijn. Dat zie ik ook wel gebeuren. Of dat is al zo. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat het niet zo is dat je een soort spaceship kan voor je zien. Of dat soort grote veranderingen zie ik niet gebeuren. Nee. Zijn er, je ziet aan de ene kant zie je mensen, de mensen die je zo hier ziet. Mensen die heel erg weten wat er speelt. Op de hoogte zijn van alle nieuwste trends en noem op. Aan de andere kant zie je mensen die het ook al te hebben opgegeven, die niet eens weten wat Facebook is en internet nauwelijks. Een soort kloof die tussen die twee gaapt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik zit inderdaad in dat tweede kamp wat geen Facebook heeft. En mijn mobiel is zo'n hele ouderwetse Nokia. Nokia. Weet je wel, dit ja, zo. Ja. Bewust, maar, neem ik aan. Ja, dat is heel bewust. Ja. Maar goed, you have to know the hype, but don't follow the hype. En dat is. Dus je kan het allemaal niet negeren, want dat zou rijkelijk naïef zijn. Ik denk alleen de hele discussie over wanneer is iets een belangrijke ontwikkeling of een vooruitgang en wanneer dat niet zo is. Ja, daar zit ik helemaal in het kamp van, we moeten vooral heel kritisch daarin zijn. Want ja, daar worden ongelooflijk veel naïeve beslissingen ingenomen. En ik ben daar wel huiverig voor. Ik denk dat dat ook een vocabulaire is wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben ontwikkeld. We hebben wel een parlement waarin we discussies voeren over sociale cao's. En daar hebben we een heel jargon voor om daar het goede of het slechte in te bespreken. Maar als het gaat over technologie, dan weten we helemaal niet hoe we erover moeten praten. En dan krijg je inderdaad van, ik snap het niet. En dan bestaat het niet. Maar dat is natuurlijk, dat kan niet meer. Nee. We moeten ons er wel toe verhouden. Dus je moet het je eigen maken op een of andere manier. En er vervolgens kritisch naar kijken. Ja, en ik denk Facebook hoef ik niet te doen om het te begrijpen. Niemand hoeft dat te doen natuurlijk. Nee. Dat nee. is een soort, ja. Nee. Nee. Ja. De politiek, hoe staat die hierin? Zijn die hiermee bezig? Zijn die voldoende op de hoogte? Nee. Nee. Om heel eerlijk te zijn, volg ik de politiek ook maar zijdelings, omdat het toch een bandje is wat op repeat staat vaak. Maar als je ziet over welke beslissingen worden genomen, ik ben dan wat meer bekend in de ruimtelijke ordening, dan zie je dus dat er vrij klakkeloos allerlei technologie wordt ingevoerd. Ja. Met ook allerlei argumenten. Ja, dat is goed voor de economie. Ik weet niet waarom. Ja, ik weet wel waarom. Maar weet je, dat wordt zo aangenomen. Dat is goed voor de economie. Daar worden we slimmer van. Hè, want het is ingewikkeld. En het is innovatie. Dus het gaat ons allerlei nieuwe horizonten ook weer geven. Van nieuwe ontwikkelingen. Dus dat is vooruitgang. Dus is het goed. Dus er is een soort heel aura omheen. Als een verdedigingslinie. Waardoor eigenlijk het ding wat zelf wordt uitgevonden. Ja, dat staat eigenlijk niet eens ter discussie. Weet je wel. Dat is eigenlijk niet eens relevant. Nee. Terwijl ik denk, daar gaat het wel over. Want ook al die dingen die worden bedacht en gedaan, die leveren inderdaad heel veel op. Maar daar wordt, naar mijn idee, vaak niet slecht op gereflecteerd. Of als het niet goed is, dat we het gewoon afschaffen. Ik denk bijvoorbeeld, er worden heel veel banen vervangen. Bijvoorbeeld door camera's. Robots, ja. En dan denk ik van, dat kost ook allemaal heel veel energie en geld en moeite. Is dat altijd een goed idee? Nee, denk het niet.
Is er technologie waar je wel blij en vrolijk van wordt? Nou, ik was bijvoorbeeld ook door dat universiteitsproject bij de universiteitsboerderij. Want die hebben een wetenschappelijke boerderij. En daar proberen ze dus de nieuwste technologie uit met dieren. En ik was helemaal niet zo bekend met het precieze proces van het fokken van een koe of een varken. Maar die worden allemaal gechipt, waardoor je in één keer die dieren, die gaat data opnemen. Hoe snel loopt het varken, hoe vaak wil die naar zijn eettrogje, hoeveel eet hij eigenlijk. Je kan heel veel dingen uitlezen, waardoor je in één keer een dier eigenlijk op een hele natuurlijke manier kan optimaliseren. Zonder antibiotica, zonder... Ja. Want je kijkt gewoon naar de data en zegt, hey, zijn gedrag is onrustig. Waarschijnlijk heeft hij een griepje. Ja. Dat kunnen ze allemaal zien. Ja. Nou, dan isoleer je het varken en je bent er op tijd bij. Je hoeft geen antibiotica meer te gebruiken. Je kan dus eigenlijk eens een persoonlijke aandacht geven aan een dier terwijl je de 1000 hebt. Nou, daar worden nu echt grote sprongen in gemaakt om dat eigenlijk veel efficiënter te doen zonder dat je allerlei narigheden gaat toepassen. Ja. En het wordt diervriendelijker en dan denk ik van nou, dat is echt te gek. Ja. En dat is met technologie. En dan denk ik van ja, dan word ik daar wel blij van. Ja. Ja. Dus niet per definitie alles is slecht, maar kritisch kijken is geboden. Ja, want als je bijvoorbeeld, ik heb wel eens jaar geleden gepleit voor de herintroductie van de kantonier. Dus vroeger bouwden ze een spoorlijn en dan elke 15 kilometer daar werd een huisje gebouwd. En dan woonde daar iemand en die hield het spoor bij. Nou, ja. Ja, we hebben nu bijvoorbeeld heel veel snelwegen en we hebben wel een ANWB-service. Maar we hebben geen kantoniers meer. Ja, ze zijn er wel. Die rijden wel van Rijkswaterstaat rond. Maar die hebben dan een hele provincie. Ja. En ze wonen zeker niet op een parkeerplaats. Terwijl we allemaal klagen over het is onveilig, het is onguur, het zijn allemaal nare plekken. En dan denk ik van waarom worden dat soort problemen nooit verbonden aan bijvoorbeeld een baan die ooit bestond, namelijk de kantonier. Want stel dat elke parkeerplaats een kantonier heeft, ja. Nou, dan weet je gewoon, je bent op iemands erf. Dus los van of die weg bijhoudt of niet, het zou een enorme impact hebben op die plek. En dat wordt dan heel raar gevonden. Omdat, ja, we kunnen dat oplossen met camera's en dat is niet efficiënt. Terwijl ik denk van ja, nou ja, hoeveel camera's wil je ophangen? Voordat je echt veilig voelt. Dus heel veel argumentatie is vaak heel misleidend voor het eigenlijke dilemma. En sommige dingen kun je dus heel eenvoudig oplossen. Ben je positief over de toekomst? Ja, absoluut. Ja, dus ik ben zelf, en daarom zeg ik over 100 jaar zal het er niet veel anders uitzien. Kijk, we modderen maar wat aan, eigenlijk. En we hebben wel allerlei foefjes en dingen die we dan een tijdje proberen en testen. Maar dat verdwijnt ook weer. En dus ik ben in die zin positief dat we hebben een enorme levenslust en die gaat niet weg. En welke vorm dat aangeeft, ik ben daar niet zo bang voor. Dat er een... Weet ik wat, de aliens komen of er een dictator is die ons allemaal in een gevangenis gaat stoppen. Nee. Oké, dankjewel. Goed, tot zover hier uit Theater aan het Spui. Blijf kijken, straks een volgende gast.